Hallo iedereen, het is superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag heb ik twee leuke bestellingen inpakken. Het kan zijn dat ik nog meer ga doen in deze video, dat weet ik nu nog niet. Dus zijn jullie benieuwd en hebben jullie zin in deze video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video dan alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Oké, ik ga beginnen met de eerste bestelling, want die ga ik afleveren. Ze heeft deze heel schattige haarkruim besteld in beige, dit 80. En als extraatje geef ik haar zo'n mini haarkruimetje en... Ja, de kleur komt niet helemaal overeen, maar ik dacht, dit is wel leuk en ik ga daar ook persoonlijk en dat is echt een heel lief meisje. Dus ik ga dit inpakken in zoiets, want het past niet in een zakje. Ik ben eigenlijk gewoon zo'n stukje afknippen en ik ga het er inpakken. Ik heb jullie even wat lager gezet, want anders zien jullie echt niks. Dus ik ga nu gewoon een stuk inpakpapier afknippen. Zoiets zal wel goed zijn. Voilà. En dan ga ik dit erin wikkelen. Ik vond de plakband niet, dus ik ga gewoon deze oranje tape gebruiken. Oké, voilà. Het is helemaal ingepakt. En nu moet ik het andere pakketje inpakken. Ik heb haar bestelling erbij gehaald en zit in deze pop.com doos. Ik ga het gewoon in deze doos verzenden, want ik heb even geen andere doos meer. En die is toch klein. Maar allereerst heeft zij 100 Ziploc zakjes besteld. Of ongeveer 100. Als ze erin zitten. Dan een rol sieraden uit het zilver. Een kneeptang en een bakbektang. En dan twee van die do-it-yourself pakketjes. Deze en deze zijn twee dezelfde. Alleen ik heb zo even andere zakjes gedaan. Dan krijg je ook een extraatje, want bij elke bestelling zit zo'n kralen extraatje. En dan 10 stippenzakjes. Die zou ik allemaal inpakken nu. Ik denk dat ik het in dit bubbel envelopje ga doen. Want dan wordt er niks beschadigd, zoals de rol ijzerdraad. Oh, die komt altijd los, daar krijg ik echt stress van. En de knipdang. Dat is echt heel irritant dat dat loskomt. Zo. En dan de knipdang. Ik ga ook de twee kralenpakketten erin doen. Zo. En ik dit dicht doen. Met een sticker. Ik ga eerst even kijken naar een grote sticker. Zo, voilà, dan is het al dicht. Dan leg ik dit hier in mijn doos. Ik heb even al mijn zakjes erbij gehaald. Dan kan ik een beetje kijken wat het er best bij past. En ik denk dat ik gewoon deze zakjes ga gebruiken. En hier gewoon de Ziploc zakjes in doen. En dan wat confetti. Zo, en dan ga ik die ook dicht plakken. Met een stickertje. Kijk hoe schattig. En dan kan die ook hier in een doosje. Nog een zakje voor het extraatje. Een visitekaartje. En weer confetti. Nog een stukje erop. Ik heb voor deze. Thank you sticker. Die komt erop. Dan heb ik hier twee zakjes. Die moeten erin. Stippenzakjes. En dan heel veel confetti. Voilà, dan is ook deze bestelling. En dan kan ik het labeltje erop plakken. En dan kan het wel zonde worden. Hier zitten dus de Ziploc zakjes in.
het extraatje, de stippenzakjes en dan de rest van haar bestelling. Dus zo ziet het eruit. Echt mega leuk. We zijn enkele dagjes verder en ik ga een bestelling met jullie inpakken. Want ik heb die gisteren ontvangen, dus ik ga die vandaag inpakken. En dan kan ik die straks ook gaan leveren. En ik heb een heel leuk promotorspakketje ontvangen, dus die ga ik zo meteen ook unboxen. Maar allereerst ga ik het pakketje inpakken. Ze heeft namelijk 406 mm parels besteld en het zijn er echt best wel veel. En dan 10 polymeerkraaltjes met de bloemetjes erop. En dat ga ik nu inpakken. Dus ik neem een plastic zakje. Ik denk gewoon een sterrenzakje dat ik ga nemen. Een wit sterrenzakje. Dan neem ik een kaartje. En een positief kaartje. Dus hier is een positief kaartje. Een visitekaartje. Ik neem het zakje erbij. En ik stop alles in het zakje. Als het allemaal in past. Wacht. Dat gaat er niet in passen. Ik ga het extraatje in het zakje steken. Zo. En dan stop ik de rest los in het zakje. In het papieren zakje. Want dit gaat nog in een papieren zakje vandaar. Dus zo. En hier komt dan een sticker op. Voilà. En dan neem ik er een papieren zakje mee. Ik denk dat ik gewoon een houtzakje erbij ga nemen. Ik stop het extraatje erin. Alle kraaltjes als ze erin passen. Normaal wel. En het 10 polymeerkralen. Ik neem nog een kaartje. Doe ik er ook altijd bij. En dan confetti. Want confetti kan niet ontbreken. Dus dit ga ik eventjes erbij doen. Voilà. En dan nog een sticker op en dan is het pakketje klaar. Even een leuke sticker zoeken. En dan is het pakketje super leuk ingepakt. En ik ga nu dit pakketje unboxen. Ik ben heel even ergens anders gaan zitten, want ik vind dat het beeld hier mooier is. En ik heb dit heel leuke pakketje mogen ontvangen. Het komt van dit account. Echt een super tof account. En ik ga het nu samen met jullie unboxen. Of ja, openen. Oké. Zo ziet het van binnen eruit. Het ziet er heel kleurrijk uit. En er zit allemaal confetti in. Super, super leuk. Dan heb ik hier een pakketje. En dat ga ik ook even opdoen. En er zit ook confetti in. En ik zie allemaal pakketjes. Dus ik ga even... Ik begin met dit pakketje. En ik ga het even opdoen. Oh, hoe leuk. In het pakketje zit een paar oorbellen. En ze zijn zelf gemaakt, denk ik. Of ja, het ziet er toch zelf gemaakt uit. En ze zijn super leuk. Wacht, ik ga die even zo goed doen. Oké, zo zien de oorbelletjes eruit. Ik weet niet of ze wel scherp stellen. Maar die zijn super, super leuk. Dus dat is het eerste pakketje. En dan zet ik nog een pakketje in. Namelijk dit pakketje. En die ga ik ook even open doen. En dit is een armbandje met mijn naam erop. Echt heel schattig. Kijk. Er staat mijn naam erop. En dan heeft hij ook weer zo dezelfde kleurkraaltjes als in de oorbellen. Dus het matcht super goed. En een heel mooi armbandje. En volgens mij past hij ook met perfect. Ja, die gaat perfect passen. Dus dit is het armbandje, echt super super leuk. Net zoals de oorbellen, hier ben ik echt heel blij mee. En dan zie ik nog iets in het pakketje zitten, namelijk iets extra en een kaartje.
Op het kaartje staat thank you en dan staat er een tekstje. Hey, superleuk dat je mij wilt promoten. Ik heb je de volledige summercollectie gegeven die op mijn Insta staat. Veel plezier ermee. XXX, you're my destination. Dus hier komt aan beeld. Dat is haar Instagram account. Ga haar zeker volgen, want het is echt een superlief persoon. En ze maakt heel leuke sigaretjes. Maar dan ga ik het extraatje ook nog open doen. Ik zie hier een losse kraal liggen. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar hier is een los kraaltje. Even dit open doen. Of ja, misschien komt het uit het extraatje. Oké. Hier in het extraatje zitten kraaltjes. Dus ik denk dat dat losse kraaltje hier in het extraatje zat. Er zitten twee roze kralen in. Die zo glimmen. Echt niet leuk. Als ze blijven liggen. En twee zo van die natuursteenachtige kralen. Die heb ik thuis ook. Zo deze kralen. En die zijn ook super leuk. Dus dan was dit het pakketje. Ik hoop dat jullie het een leuk pakketje vonden. We gaan zeker haar Instagram account volgen. En bestel zeker iets bij haar. Want het zijn echt super leuke sieraden. Dan was het alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!